Bij het kopen van een dakkapel in 2023 komt meer kijken dan alleen het uitzoeken van een mooi model. Voordat u een dakkapel koopt, is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. We hebben deze geprobeerd voor u op een rijtje te zetten. Tip 1. Financiering en vergunning. Voordat u op zoek gaat naar een dakkapel is het belangrijk om uit te zoeken of u de kosten kunt financieren. Daarnaast is het belangrijk om uit te zoeken of er een vergunning nodig is voor het plaatsen van een dakkapel. Tip 2. Kijk naar Google Reviews. Als u eenmaal een bedrijf heeft gevonden dat u interesseert, is het een goed idee om online reviews te lezen over hun diensten, bijvoorbeeld via Google Reviews. Dit geeft je een idee van de ervaringen van anderen met het bedrijf en de kwaliteit van hun dakkapellen. Tip 3. Maak een afspraak voor een bezoek. Een belangrijke stap in uw zoektocht naar een dakkapel is het maken van een afspraak met het bedrijf om hun showroom en werkplaats te bekijken. Zo krijgt u een beter beeld van de kwaliteit van hun producten en hun service. Tip 4. Levertijd. Sommige dakkapelbedrijven kunnen pas over 6 maanden leveren, dus houd hier rekening mee bij het plannen van de aanbouw. Kies voor een bedrijf dat eerder kan leveren. Tip 5. Denk na over uw wensen. Tot slot is het belangrijk om goed na te denken over uw wensen voor de dakkapel. Denk aan de grootte, de kleur en de materialen die u wilt gebruiken. Door uw wensen op een rijtje te zetten, kunt u gerichter zoeken naar een geschikt bedrijf en product. Door rekening te houden met deze tips kunt u beter voorbereid een dakkapel aanschaffen en een weloverwogen keuze maken. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan via chat contact op met onze specialisten. Wilt u ook snel extra ruimte in huis? Wacht dan niet langer en bezoek onze website via beneluxdakkapellen.nl voor meer informatie en live chat. Onze specialisten staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.